Voor Plato stond kunst niet in hoog aanzien, omdat kunst ook maar weer onvolmaakte afspiegeling is van de perfecte idee. Dus dit even vasthouden, dit was het oude idee. Dan maak ik een grote sprong naar de moderniteit. Kant is eigenlijk, staat aan het begin van de moderne filosofie. En waarom? Omdat er voor het eerst het subject als bemiddelaar tussen werkelijkheid en kennis tevoorschijn kwam. Daarvoor? De beschuldiging was dat ondanks de dure restauratie dat de man gewoon met een verfroller met muurverf eroverheen was gegaan om dat rode vlak vol te schilderen. Dan kun je natuurlijk zeggen, als dit alleen maar om het idee gaat, dan heeft Goldreyer wel gelijk. Want waarom zou je precies hetzelfde doen als Banner Newman deed? Het gaat toch wel om het idee. Een eerste gebruik in de kunstgeschiedschrijving is om ontwikkelingen te beschrijven in termen van een lineaire technische vooruitgang. Steeds perfecter en steeds beter worden wij in onze artistieke en technische prestaties. Dat is dus een vooronderstelling, dat er sprake is van een vooruitgang van A naar B tot aan Z. Het tweede gebruik uit de kunstgeschiedenis is dat die ontwikkelingen, die vooruitgang, mogelijk gemaakt worden door mensen die heel ongebruikelijke dingen doen. En daarmee zeggen we eigenlijk ook dat kunstenaars heel ongebruikelijke mensen zijn. Daar ben ik het nou net niet mee eens. Misschien zullen kunstenaars ongebruikelijke dingen doen, maar uiteindelijk blijven ze ook mensen. En de keerzijde van de logica dat ongewone mensen ongewone dingen doen, is dat gewone mensen alleen maar gewone dingen doen. We gaan in deze workshop gaan we ons eigen handschrift ontdekken. Dat is de bedoeling. Onze eigenheid in beeldende kunst. Pak van elke kleur een klein beetje en van de lichte kleuren ietsje meer dan van de donkere kleuren. Luister. Dan schilder je naar beneden. En ik wilde eigenlijk een plek hebben waar we ze allemaal naast elkaar liggen. Ik zat even op te zoeken wat zou zijn om het hier in het midden te leggen. Dan leg ik ze dan wel even een beetje dichter bij elkaar. Hoe kom je dat te doen? Een tropische foliaire. Ja. En was dat ook de bedoeling, mevrouw? Nee, ik ben gewoon kleuren gaan mengen op gewoon mooie kleurtjes. Doordat ik daar nog niet heb gedacht, heb ik inderdaad gewoon alle kleuren gebruikt die op mijn paletje lagen. Ik ben blauw begonnen. Ja. Dus de tweede dan is. Omdat blauw is dan mijn favoriete kleur. En toen dacht ik van ja, als ik nou toch golven aan het tekenen ben, dan kan ik net zo goed doorgaan met golven, strand, duin, groen en bebouwing. Dus dat was de opdracht ineens heel erg makkelijk. Ja, nou ik had het over de inzicht van anderen en maar daardoor krijg je ook inzicht in jezelf. Of tenminste, ik vind het leuk om te zien dat, dat dit allemaal allerlei hersenspinsels van mensen zijn en dat ze dat op papier hebben aangebracht. En daardoor leer je ook weer wat je eigen hoe je jezelf in elkaar zet en hoe anderen